welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zijn we weer lekker negatief, want vandaag ga ik het hebben over de slechtste make-up van de afgelopen tijd, die ik echt helemaal niks vind. Een tijdje geleden heb ik de beste make-up van de afgelopen tijd gepost. Die video staat al online, dus als je op zoek bent naar goede make-up, zou ik die video zeker even bekijken. Vandaag gaan we het hebben over welke make-up je absoluut niet moet halen. Bespaar je geld, geef er niet aan uit, probeer het gewoon niet. Ik vind het helemaal niks en ik denk dat zeker 99% van jullie deze producten ook echt niks gaan vinden. Een grote disclaimer, like always, als ik iets niet goed vind, houd niet in dat iedereen het niet goed vindt. Als ik vandaag iets bespreek waarvan jij denkt, oh my gosh, ik vind dat echt een super goed product, blijf het gewoon vooral gebruiken. Iedereen heeft andere voorkeuren, andere huid, etc. Dus het zal niet precies hetzelfde zijn voor iedereen, maar toch ben ik er echt van overtuigd dat deze producten echt niet goed gaan zijn voor de meeste van jullie. En ik vind ze persoonlijk echt helemaal niks. Ze werken helemaal niet voor mij. En ik zal ook goed en uitgebreid vertellen waarom niet. Dan weet je ook waarom ik ze echt niks vind. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu wel leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik voel me vandaag echt een beetje Spaans met deze haarstijl, dit groene topje, deze oorbellen. Ik zal eerst even beginnen met te vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb deze lip combo op. Sweet Tea Lip Pot, een loodje van Morphe, like always, die ik altijd gebruik. En deze lipstick van de 25-jarige collectie van Kiko. In de kleur 02. Is echt een hele mooie nude kleur. I love it. Oké, laten we beginnen met een poeder van een van mijn favoriete merken, Huda Beauty. Deze pressed poeders van haar Glowish lijn. Ik hou echt van hun normale Huda Beauty make-up, maar ik hou ook van hun Glowish lijn make-up. Alleen deze poeders echter nee. Ik heb dus de bruine kleur en een lichte kleur. Dit is dus een glanzende pressed poeder. Maar het is too much. Het is te gepigmenteerd, te dik en te glanzend. Niemand wil een pressed poeder aanbrengen, waar je het ook aanbrengt, die zo extreem glanst. Ik hoop dat je het een beetje goed kunt zien op beeld. Ik weet niet of je zo de glans echt heel goed kunt zien, maar hij glanst echt super duper erg. Ik heb geen problemen met een poeder met een klein beetje glans. Dit echter is echt gewoon top notch glans. Ik zal ook even deze bruine ernaast swatchen. Ik wilde die als bronzer gebruiken, maar jongens, het glanst echt allemaal veel te veel. Kijk, hier is de bruine kleur. Je kunt hem amper zien. Is gewoon meer glans dan kleur. Dus deze poeders vind ik helemaal niks. Ook vond ik ze te dik liggen op de huid. Ik vind het echt niet mooi. Dus dit zijn een van de weinige Huda Beauty producten die ik echt helemaal niks vind. Next up zijn wimpers. En dat zijn deze wimpers van Kiss. Van de Lash Couture collectie in de stijl Velvet. Ik hou van de stijl Royal Silk. Dat is de stijl hier. Deze stijl Royal Silk. Silk is echt geweldig. Deze is super mooi. Dus ik dacht, laat me nog een andere stijl proberen van deze lijn. Dus ik haalde deze andere stijl. Deze vind ik echt helemaal niks. Ik heb ze al gebruikt, zoals je kunt zien. Maar zoals je kunt zien, ze beginnen heel vol. Maar bij het uiteinde worden ze echt heel erg dun. Je kunt het ook al gewoon heel goed hier zien. Kijk hoe dun ze worden aan het einde. Helemaal niet mooi. En doordat ze dus zo dun worden aan het einde, zo op de top, vallen ze helemaal niet meer op. Als je ze aanbrengt, ze beginnen echt super vol en dan zie je gewoon helemaal niks meer. Het lijkt alsof je gewoon niks op hebt. Ik vind ze echt niet mooi. En ik was best wel enthousiast erover, want die andere vind ik echt geweldig. Ze zijn echt mijn fave wimpers. Maar uiteindelijk deze nee. Ze krullen wel echt heel mooi omhoog, maar je ziet ze gewoon niet. Je ziet ze gewoon niet. Ook al heb je geen oogschaduw op, ik vind het niet mooi. Ze hadden het gewoon helemaal vol moeten laten tot aan de punt. En dat hebben ze helaas niet gedaan. Dus deze stijl vind ik echt helemaal niks. Dan ga ik verder met een setting spray van Real Technique. Deze had ik getest in een video. Toen vond ik hem oké. Nou heb ik hem vaker gebruikt. Ik vind hem helemaal niks. Het maakt je gezicht zo vettig en het doet helemaal niks voor je make-up. Ook al heb je een droge huid als hoe ik heb, dan heb je misschien iets van oké, als hij mij een beetje vettig maakt, is wel mooi dat hij een beetje hydrateert. Het is geen hydratatie. Het is letterlijk vettigheid, olie op je huid. Ik vind het niet mooi. De spray is wel echt heel fijn. En ik was best wel enthousiast erover. Want volgens mij heeft Real Technique nog helemaal geen fixing sprays. En volgens mij was dit echt een nieuw product voor hun. Maar deze, nee. Ik vind het helemaal niks. Het is de glow finish. En ik begrijp wat ze probeerden te doen. Ze wilden gewoon een echte glow achterlaten. Maar dit is niet de manier. Een vettige huid wil niemand. Dat is geen mooie glow. I don't like it. En het verpestte echt gewoon een beetje mijn make-up. Dan heb ik een blush. Die ik al heb besproken in een video. Die iedereen geweldig vindt. Daarom had ik hem ook gehaald. Ik vind hem helemaal niks. En dat is de Orgasm Blush van NARS. Dit is echt een overhypte kleur. Echt
specifiek. De kleur is echt overhyped. Iedereen vindt hem goed. Ik had hem in een video getest. Ik vind hem helemaal niks. Het is gewoon meer glans dan kleur gewoon. Het is gewoon één grote goudroze glans. Er komt ook gewoon echt bijna niks af. Ik wil het hier swatchen om het te laten zien. Maar ik moet hier gewoon echt 3-4 keer ingaan om een beetje een swatch te creëren. Maar het is bijna geen kleur en echt alleen maar glans. Het is gewoon één grote glans. Ik vind het niet mooi op de huid. Het maakt de huid ook een beetje vettig. Als ik een blush op doe, wil ik ook echt de blush zien zoals ik nou op heb. Maar dit nee. Ik weet niet waarom die zo overhyped is. Ik snap het niet. Is er iets mis met mij of zo? Ik weet niet al, maar ik wil echt wel een beetje kleur zien. Ik weet dat ik altijd wel een beetje kan overdrijven met blush. Maar ook gewoon voor de normale consument die de blush gewoon normaal opdoet, denk ik echt nee, je gaat dit gewoon niet zo mooi vinden. Het is gewoon een gouden glanzende gloed op je huid en dat vind ik gewoon echt niet mooi. Dus ondanks dat hij zo overhyped is, vind ik hem dus echt gewoon overhyped voor niks. Ik vind hem echt niet mooi. Dan heb ik hier een wimperkruller waar ik heel enthousiast over was van Maria Malky Cosmetics. Ik vind hem helemaal niks. Hij is heel uniek. Kijk, het is zo heel apart. Het heeft zo van die tanden of hoe je het ook wilt noemen. En ik had zoiets al gezien online en toen ik dit ontving in PR, ik dacht echt, dit gaat echt geweldig zijn. Kijk, dit is hoe een normale eruit ziet. Kijk, dit is het verschil met een normale. Ik weet, ze zijn wel echt helemaal vies. Negeer dat vooral. Dus ik dacht, dit gaat geweldig zijn. Iets unieks, iets nieuws. Ik gebruikte het en het deed gewoon echt helemaal niks. Ik heb al niet echt de beste wimpers. Ik heb nou een lash lift gehad. Dus nou zijn ze echt heel mooi omhoog. Normaal niet. Mijn wimpers gaan echt omlaag. Dus ik zoek altijd goede wimperkrullers. En ik vond het uniek. Ik vond het leuk. Ik dacht echt, dit kan echt iets goed zijn. Maar ik vond het helemaal niks. Het deed echt gewoon bijna niks. Terwijl die andere van mij is echt veel en veel beter. Dus ja, hoe uniek en hoe mooi die er ook uitziet. Ik vond hem niet fijn werken. Dan heb ik hier wat slechte mascara's. Ik begin met deze van Rimmel London. Van hun nieuwe Kind and Free lijn. Deze mascara, ik was er enthousiast over, want de andere producten van de lijn vind ik echt heel fijn. Deze mascara echter niet. Hij doet gewoon bijna niks. Hij maakt het helemaal klonterig. Hij geeft geen volume. Hij geeft geen lengte, geen krul. Echt helemaal niks. En ik heb hier de hele lijn van hun, ook de andere producten, ook de poeder. Deze zijn allemaal fijn. Vooral deze. Deze foundation is echt super mooi. Hydrateert, naturel. I love it. Dus ik was ook heel enthousiast over de mascara, maar helaas. Ik vind hem echt niet fijn. Er staat online op dat hij lengte geeft. Nou, dat vond ik dus echt helemaal niet. Ik vind hem echt helemaal niet fijn. Dan heb ik hier van Max Factor de False Lash Effect XXL Mascara. Ook deze. Nou, ik weet niet wat het is. Ik overdrijf niet als ik nog nooit zo'n slechte mascara heb gebruikt. Hij is zo slecht. Hij is helemaal zo waterig. Helemaal zo plakkerig. Helemaal zo viezig. Zo lijmachtig, zeg maar. Ik weet niet echt hoe ik het moet beschrijven. Maar alsof je lijm aanbrengt op je wimpers. Het doet niks. Geen volume, geen lengte, geen krul. Ook weer helemaal niks. Maar het voelt ook gewoon heel raar. Plakkerig, slijmerig aan. Gewoon echt slijmachtig. Alsof het gewoon slijm is. Dus ik weet niet wat Max Factor dacht met deze. Maar nee, het is echt een absolute no-no van mij. Dan van de Body Shop heb ik de Lip Butter. In de geur Pink Grapefruit. Echt een hele lekkere geur. I love it. Ruikt heerlijk. Doet echter helemaal niks voor de lippen. Letterlijk niks. Je brengt het aan. Binnen een minuut voel je gewoon helemaal niks meer. Je lippen zijn weer gelijk helemaal droog. Ik gebruik veel lipbalmpjes. Want ik heb echt droge lippen. Ik heb echt honderden lipbalmpjes getest in mijn leven. Deze is echt slecht. Terwijl ik ben altijd heel enthousiast over de Body Shop. Ze hebben echt altijd hele goede producten. Hun body lotions zijn heerlijk. Lip scrub is ook heel fijn. Maar ik weet niet wat het hiermee was. Deze lipbalm is echt een faal. Het is echt niet fijn op de lippen. Ondanks lekkere geur doet het echt niks voor droge lippen. Dus ik raad hem niet aan. Nog een lipbalm die ik absoluut niet aanraad. En dat is deze van Elf. De Elf Ride or Die Lip Balm. Ik heb hem nog best wel vaak gebruikt. Omdat ik hem gewoon... Ja, ik weet niet waarom eigenlijk. Ik wilde hem gewoon blijven gebruiken. Ik had gewoon geen zin om een andere te pakken. Dus ik heb hem echt best wel lang gebruikt. Maar jongens, ook deze, net als die andere van net, doet echt helemaal niks. Hij ruikt heerlijk. Heeft zo'n heerlijke mintachtige geur. Hij is ook echt heel stroef. Meestal als het zo stroef is, dan is het juist heel fijn. Nou, helemaal niet. Kijk, er komt gewoon bijna niks uit. Jongens, ik druk echt hard, hè. Het wil er gewoon niet uit. Kijk, oh ja, nou komt eruit. Heel sloom. Dus dat is al echt een gedoe. Hij is super stroef. En hij brengt gewoon niet fijn aan op de lippen. De mintgeur is heerlijk. Ik hou van een mintgeur. Is lekker refreshing.
Maar het doet ook weer echt helemaal niks voor de lippen. Ondanks de stroefheid. Ik vind stroefheid niet altijd een issue. Heel veel lippenballetjes kunnen een beetje stroef zijn als ze wat dikker zijn. Maar deze nee. Zodra het van de lippen afgaat en wat dan heel snel gebeurt, zijn je lippen weer gelijk helemaal droog. Het is gewoon alsof het een lippenballetje is die op de lippen zit. Het trekt niet in, zeg maar. Het is er gewoon op. En zodra je het eraf haalt, voel je weer gewoon je normale droge lippen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus deze vond ik nog slechter dan deze andere. Dus deze was echt een van de slechtste lipballetjes die ik ooit heb gehad. Deze moet je echt niet halen. De Catrice Clean ID Skin Tint. Waar ik heel enthousiast over was. Ik hou van de skin tint. 2021 was echt het jaar van skin tints. En dit jaar ook nog steeds wel een klein beetje. Deze echter, het begon helemaal van mijn gezicht af te rollen. Het was patchy, vlekkerig, lelijk, droog. Ik weet niet wat er aan de hand was. Maar deze was zo ontzettend slecht. Ik heb hem ook gewoon eraf gehaald. Ik haal niet heel snel iets er weer helemaal af. Want ik heb geen zin om het er weer helemaal af te halen. Deze echter was zo slecht. Ik kon hem gewoon niet gebruiken. Mijn gezicht zag er niet uit. Echt vreselijk. Nou mensen, dit was het dan. Dit waren de make-up producten van de afgelopen tijd. Die ik echt helemaal niks vind. Ik hoop dat ondanks het feit dat het een beetje een negatieve video is, jullie er toch gewoon van hebben genoten. Ik vind het ook wel gewoon belangrijk om dit soort video's te maken. Want dan kun je ook gewoon wat geld besparen. En niet je geld opmaken aan onzin. En dat je er dan niet blij mee bent. Dus zoals altijd hoop ik dat jullie weer gewoon hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!